Als je 's avonds of in het weekend een dokter nodig hebt, dan kun je terecht bij de huisartsenpost in het Rode Kruis ziekenhuis. Maar dan moet u wel eerst even bellen. Goedemorgen assistenten, huisartsenpost Beverwijk met Saskia. Waarmee kan ik u helpen? Je belt eigenlijk als het niet tot de volgende dag kan wachten. Als je niet kan wachten totdat je eigen huisarts er is. En natuurlijk zijn er vragen dat je denkt, ja, ik weet het niet zo goed. Moet ik nou echt wel wachten tot de volgende dag? Nou, dan kan je altijd bellen en dan word je gehoord. Dan krijg je een triagiste aan de telefoon. En die zijn verplicht om een aantal vragen te stellen. En dan word je door een beslisboom geleid. En daaruit komt of je het inderdaad tot de volgende dag kan wachten. Saskia, je krijgt een telefoontje en dan? Nou, dan is het voor ons heel belangrijk om te weten of iemand goed ademhaalt en goed reageert. Dat is eigenlijk voor ons het allerbelangrijkste, omdat wij toch een spoedpost zijn. En dan willen wij ook altijd de beller zelf aan de telefoon hebben. Dus als wij de partner dan hebben van een patiënt, dan vragen wij altijd of wij de patiënt zelf even aan de telefoon mogen krijgen. Dat is soms wel vervelend, maar voor ons is het gewoon heel belangrijk dat we dat goed kunnen horen en goed kunnen bepalen of het goed met iemand gaat. Als we dat hebben gehad, dan noteren we goed de gegevens, de naam en het adres en de woonplaats en de huisarts, zodat we alle gegevens compleet hebben en dat we ook even checken of de patiënt aanwezig is op het adres waar hij ook is. Hè. Want als we een ambulance laten moeten sturen of ze hebben hulp thuis nodig, moeten we wel weten waar we heen moeten. Als we dat uitgevraagd hebben en de telefoon en alles hebben we bij de hand, dan is het heel belangrijk voor ons om even te weten wat is de klacht en wat wil de patiënt zelf. Om dan een beetje af te stemmen, hè, of dat overeenkomt en dat je dan toch elkaar een beetje kunt, als er iemand graag wil komen en ons advies is eigenlijk dat wij gewoon advies geven, dat je dan toch kunt uitleggen met argumenten waarom het toch belangrijk is dat iemand gewoon thuis blijft. Die triagisten, zijn die speciaal opgeleid? Ja, die hebben een pittige opleiding gehad. De opleiding, ze kennen alle ziektebeelden. Ze weten goed waar ze het over hebben. Het zijn geen doktersassistenten. Ze hebben eerst wel de doktersassistentenopleiding gedaan. Maar vervolgens de vervolgopleiding tot triagisten. Dus ze kunnen heel goed aan de telefoon onderscheiden wanneer iemand wel of niet moet komen. Het is ook goed voor de patiënt om te weten dat de huisarts altijd meekijkt met de triagisten. Dus binnen een uur wordt er gekeken wat de triagist geadviseerd heeft. Denkt de huisarts daar anders over of twijfelt hij, dan wordt de patiënt altijd teruggebeld. Dus de backup is altijd de huisarts. En voor hoeveel huisartsen werken jullie hier? Wij werken voor 53 huisartsen. Dat zijn echt veel huisartsen in de hele regio. Dus je kan je voorstellen, daarom is het ook belangrijk om een afspraak te maken. Want anders moet je uren wachten in de wachtkamer. We werken voor de huisartsen Wijk aan Zee, Velsen Noord, Beverwijk, Heemskerk, Akersloot en Uitgeest. Castricum. En die werken allemaal roulerend hier op de poli? Ja, die werken inderdaad roulerend op de poli. Dus die komen ook hun eigen patiënten inderdaad tegen. Dus die hebben ook afhankelijk van hoe groot je praktijk is, moet je ook een dusdanig aantal, evenredig aantal diensten draaien op de huisartsenpost. Wat moet je meenemen als je een afspraak hebt? De triagiste geeft zelf al aan wat er meegenomen moet worden. Dus afhankelijk van de klacht, meestal is het inderdaad urine, identiteitsbewijs en medicatielijst. En gaat alle informatie ook naar je eigen huisarts door? Ja, alle informatie wordt gelijk inderdaad via een computersysteem doorgesluist naar de eigen huisarts. Dus als de eigen huisarts de volgende ochtend komt werken of na het weekend, weet hij precies waarvoor je geweest bent en wanneer je geweest bent. Wordt het ook vergoed? Ja, dit valt volledig inderdaad onder de ziektekostenverzekering. Maken jullie ook wel eens vervelende dingen mee hier? Nou, we maken ook wel mee dat patiënten zich niet gehoord voelen of dat ze echt graag een afspraak willen. En volgens de beslisboom en volgens de artsen en de triagisten kan het dan echt wachten tot de volgende dag. En dat vinden mensen niet altijd even prettig. Uw geboortedatum. Prima. Zoek ik even uw gegevens erbij. Het adres waarop u woont. Het huisnummer. Postcode. Uw huisarts. Het telefoonnummer waarmee u nu belt, kan ik u daarop bereiken? Zal ik dat nog één keer herhalen? 06-25-32. Ik ga uw eigen huisarts hier ook even een bericht van sturen. Dan is hij in ieder geval op de hoogte van uw klachten. U zegt tegen mij, u heeft al 3 dagen buikpijn. En de buikpijn wordt steeds heviger. Wat is precies uw vraag? Saskia, je krijgt een telefoontje en hoe gaat dat dan verder?
Als de klacht duidelijk is voor ons, wat er aan de hand is met de patiënt, dan hebben wij drie opties, of er zijn er drie opties. Het eerste is dat wij advies gaan geven aan de mensen, dat we uitleggen wat ze het beste kunnen doen. Het tweede is dat wij toch bedenken van, nou, het is toch verstandig dat diegene eventjes naar de huisartsenpost komt om gezien te worden door een huisarts. Dan nemen ze dus plaats in onze wachtkamer. Of een derde optie is dat wij een huisarts sturen naar de patiënt. Ja, dat we toch denken van, degene is toch te ziek om te komen of niet verantwoord om over de weg te gaan. Dan sturen wij een huisarts naar degene toe. Stel, ik heb een afspraak om 11:30, ben ik dan ook echt aan de beurt? Nou, wij werken op een spoedpost en dat zegt het eigenlijk al, hè. Dus je krijgt een afspraak, maar die afspraak die kan altijd uitlopen omdat er altijd spoedgevallen voor kunnen komen. En dat betekent dat je toch soms langer moet wachten dan dat je gewenst had. Hebben mensen daar nou ook begrip voor dat ze wat langer moeten wachten? Nou, mensen hebben niet altijd begrip voor dat het langer wachten. En we kunnen ook niet elke keer zeggen van het loopt even uit, want. Hè. Maar ja, spoed is spoed, dus dan moet ik tenminste toch iets langer wachten. Dus eigenlijk zegt u heeft buiten de buikpijnklachten rondom de navel geen andere klachten en het zijn dus 3 dagen aanwezig. Oké, ik hoor nu geen alarmsymptomen dat we nu u alle de minuut moeten zien. U mag in principe morgen naar uw eigen huisarts. Wat u kunt doen is een paracetamol nemen tegen de buikpijn. U mag dat 3 keer op een dag 2 tabletten van innemen. Nemen de buikpijnklachten toe, veranderen de klachten, krijgt u de koorts bij. Kunt u ons natuurlijk altijd terugbellen. Wij zijn er tot de volgende ochtend 8:00. Mochten de klachten aanhouden, dan morgen toch even naar de eigen huisarts bellen. Oké, ik wens u heel veel sterkte en een fijne dag. Tot ziens, dag! Het voordeel van bellen is ook dat de privacy gewaarborgd blijft. Stel dat je aankomt en je moet dan je hele hebben en houden vertellen terwijl de wachtkamer vol zit en mensen staan achter je te wachten. Dat is ook niet plezierig voor jezelf en dan kan je ook niet goed genoeg geholpen worden. Dus daarom is het belangrijk dat je echt altijd belt. Heb je nog tips? Wacht niet te lang om naar je eigen huisarts te gaan. Wij zien inderdaad dat mensen dat verschuiven. Eerst nog even afwachten en dan op zaterdagochtend denken, nou, ik loop hier nou al 4 dagen mee. Nu ga ik toch eens naar de huisartsenpost. Maar dan moet je veel langer wachten. Dus ik adviseer dan om toch al vrijdag contact op te nemen met de eigen huisarts. De huisartsenpost is iedere dag geopend vanaf 5:00 tot de volgende ochtend 8:00. En dan de weekenden zijn we het hele weekend geopend.